Ik heb nog vergeten waar de aap uit de mouw komt. Hè. Wat waarschijnlijk de hoofdoorzaak is dat de Amerikanen zo nodig weer naar de maan willen, is dat de Chinezen naar de maan willen. Ja, ze zijn natuurlijk bang dat de Chinezen een enorm portret van Mao Zedong op de maan zullen aanbrengen, waar we dan voortdurend elke dag, als we naar de maan kijken, naar moeten kijken. Met Van Rossum, kunt u mij horen? De telescoop. De telescoop, ja. Ah, even een slokje water nemen. Ik pak ook even een pepermuntje. Jij vindt deze... Ik vind het onhandig dat het in mijn mond moet spuiten. Ja, je hebt een flesje met een draaidop erop en dan moet je op de fles drukken en dan spuit die water in. Denk je niet dat je die hele dop eraf kunt draaien? Nee. Zou je dat voorbij willen proberen? Ja, dat wil ik wel doen, maar dan krijg je echt een grote opening, hè? Ja, dat ik vind ik niet erg. Dan ga ik voorzichtig mee om dan. Oké. Zo bedoel je, hè? Ja, dat dacht ik ook, ja. Misschien kan die hele boel eraf. Kijk eens. Oh, hier zit dat dingetje wel nog. Dat is niet fijn. Nou, dat is niet erg. Als ik met mijn neus klem kom te zitten. Zo. Is dit beter? Ja, stukken beter. Stukken waar nou weer zo'n enorm ingewikkeld dingetje op zit. Waarschijnlijk is dat zo dat je ook iets kunt drinken als je met 35 km per uur op de fiets zit of zo. Moeilijk, ja. De telescoop. Ja, hoe kwam ik zo op dat idee van die telescoop? Dat kwam natuurlijk in feite door die webtelescoop. Dat is niet het web waar we het altijd over hebben, maar dit is James Webb met dubbel B. Dat was ooit de directeur van de NASA. Ik geloof die telescoop die al heel wat decennia in de planning zat, die is naar die directeur genoemd. Daar hebben ze nu geloof ik nogal spijt van. Omdat die directeur bepaald niet erg politiek correct gedrag had vertoond in de loop der jaren, maar dat doet er niet zoveel toe. Het ding heette James Webb telescoop. We hebben allemaal die plaatjes gezien en het is een enorm apparaat in feite. En die spiegel die is 6,5 meter in doorsnee. Die bestaat overigens uit 18 elementen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Die elementen zijn gemaakt van beryllium. Dat schijnt een stof te zijn die heel licht is, maar toch bestand ook eventueel tegen kleine meteorieteninslag. En die platen zijn bedekt met goud. En dat is eigenlijk omdat deze telescoop speciaal gebouwd is om in het infrarood actief te zijn. In de hoop dat we zo meer zullen opsteken over het begin van het universum, zeg. Zo'n 200 miljoen jaar na de oerknal. Hè, wanneer alles nog in beweging is en voor het eerst ook het heelal licht geworden is. Doorzichtig geworden is. Daarvoor is die speciaal gemaakt. En hoe de sterrenstelsels die er toen al waren, de eerste, hoe die zich verder ontwikkeld hebben en wat hun ontwikkelingsgeschiedenis is. Maar hij kan ook gewoon optische plaatjes maken. Weer zo'n man die veel te hard rijdt hier in de straat. Maar goed, hij kan ook gewoon een plaatje. We hebben een aantal van die foto's gezien die zeer indrukwekkend waren, hè, van zo'n nevel. En bovendien een aantal foto's van Jupiter die ook enorm gedetailleerd waren, verrassend gedetailleerd. Recent nog, hè? Volgens mij afgelopen week. Ja, zeker. Daarom kwam ik op het idee om aandacht te besteden aan de James Webb-telescoop. Een fantastische creatie. Het moet wel bijgezegd worden dat die eigenlijk oorspronkelijk bedoeld was, ik geloof voor 2005 of zo. Dus hij heeft wel enige vertraging opgelopen. Hij heeft zelfs een totaal herontworpen, onder andere in 2005. Dat was eigenlijk al in de late jaren 90 was het voornemen gekoesterd om dat ding te bouwen. En tenslotte, na eindeloos uitstel, is die dan afgelopen december is die gelanceerd. En dat heeft in totaal zo'n 10 miljard gekost. Het onderhoud, het hele ding plus het onderhoud in de komende 10 jaar, dat gaat dan weer 10 miljard kosten. Dan zullen mensen zeggen, zonder van dat geld, 10 miljard, dat is eigenlijk fantastisch weinig voor wat dat ding kan. Naar mijn idee, het is een zegenrijke manier om geld te besteden. Bovendien is het een interessant samenwerkingsproject, want het is de NASA, maar het is ook die Europese Space Agency, die doet er ook aan mee. En de Canadian Space Agency doet er ook aan mee. Maar dit alles over de webtelescoop, dat kunnen mensen allemaal nog fijn in de krant lezen, maar ik dacht, is het niet aardig om iets te zeggen over de geschiedenis van de telescoop. En omdat jij dacht dat een telescoop ook gebruikt kan worden om bacteriën te bestuderen. Ja, ik was even in de war. Ja, met de microscoop. In de war, oké.
is het wel nuttig om dat te doen. Want de telescoop is uiteindelijk uitgevonden in Nederland. En wel door een Duitser die naar Nederland was geëmigreerd. En waarschijnlijk omdat hij daar meer en beter geld kon verdienen. En die man die woonde in Middelburg. En die heette Hans Lieperhey. Misschien moet je zeggen Lieperhey, omdat hij in Nederland was gaan wonen. Maar ik neem aan, vanwege zijn Duitse origine, Lieperhey. En in 1608 heeft hij de telescoop uitgevonden. Hoe kwam het nou dat iemand in Middelburg de telescoop uitvond? Dat had eigenlijk te maken met een ander probleem. Namelijk, wat was het beroep van die meneer Lieperhey? Dat was eigenlijk dat hij brillenglazen sleep. Hij was de slijper van brillenglazen. En feitelijk kun je zeggen, zonder brillenglazen geen telescoop. Als we niet de bril hadden uitgevonden op een goed moment, ook moeten we nog weer iets verder terug in de geschiedenis, want de bril heeft niet altijd bestaan. Moet je je voorstellen dat mensen natuurlijk na hun 45ste, een enkeling heeft geluk na zijn 50ste, ja, dan wordt het lezen van klein drukwerk. Je kunt nog steeds naar Boer zoekt vrouw kijken, dat is wel een voordeel, daar kun je ook bij zien, kun je daar ook naar kijken. En alle denkbare opzichten valt er eigenlijk vrijwel altijd naar te kijken. Er moet wel heel veel mis zijn met je ogen, wil je niet naar Boer zoekt vrouw kunnen kijken. Maar goed, ja, drukwerk. Gek genoeg is natuurlijk een bril pas interessant in een samenleving waar heel veel mensen kunnen lezen. Want dan wordt het noodzakelijk na een bepaalde leeftijd om een bril te hebben. Wel nu, de bril is uitgevonden, maar we weten niet precies door wie. En zelfs niet precies waar, maar wel in Italië. Waarschijnlijk in de late 13e eeuw en in de vroege 14e eeuw. Hoe weten we dat? Er bestaat een plaatje, zelfs een muurschildering, als ik het wel heb, ja. Waarop een man staat die een bril op heeft. En die dateert van 1352. En als je nog veel beroemder is, een groot schilderij van Van Eyck, waar de kanunnik van der Palen een bril in zijn hand heeft. Dus de bril is, nou ja, dat is overigens van weer een eeuw later. Maar de bril is dus, in de 14e eeuw waren er brillen. Dan kun je nog, hadden de Romeinen niet een soort idee van, nee, die hadden eigenlijk geen idee van de optiek, hoe dat precies werkte. Maar die hadden wel een soort middel om kleinere dingetjes te lezen. Dat was eigenlijk een glazen bol met water erin. Die had wel een soort vergrotend effect. Maar op de bril zijn ze nooit gekomen. En de bril is later natuurlijk in Italië een enorme industrie geworden, met name ook omdat natuurlijk door de Venetiaanse glasindustrie, die wereldberoemd was, ook toen al wereldberoemd was in allerlei opzichten. Maar ook in Nederland had je, in de Republiek, had je dus veel brillen, glazen slijpers. Denk aan Spinoza, wiens beroep was het slijpen van brillenglazen. Maar dus deze meneer Lieperhey, die was op het idee gekomen om een telescoop te bouwen. Want een telescoop, en dat heette toen de tijd de Hollandse kijker, vandaar. De telescoop die bestaat uit een objectief, en dat is een bolle lens, en een oculair, dat is een holle lens. En daartussen zit een soort van buis natuurlijk. Dat objectief zit aan de voorkant en een oculair zit aan de achterkant. En als je door die buis kijkt, ik bedoel als je door het oculair kijkt, dan vergroot dat. De kwaliteit van die lenzen was in de tijd matig. Men beweert zelfs dat die telescoop überhaupt functioneerde. Dat had te maken, je moest het flink diafragmeren. Dus je moest eigenlijk maar een deel van de lens gebruiken, omdat vaak alleen het centrum van de lens ook adequaat geslepen kon worden. En die meneer Lieperhey die wou patent hebben op zijn uitvinding. Want je begrijpt, die uitvinding was heel interessant, niet in eerste instantie om naar de sterren te kijken, of naar de planeten te kijken. In eerste instantie natuurlijk als militair instrument, want je kon door dat ding kijken, niet waar. Je ziet ook vaak allerlei militairen met zo'n telescoop. Je kon ze later ook uitschuiven en inschuiven. Tegenwoordig heb je verrekijkers, daar wordt eigenlijk de stralengang, die wordt een beetje omgedraaid en daar wordt een prisma opgezet en bovendien is het een binoculair, hè, dus dat je kunt dat, zijn twee dingen.
dat dit de Hollandse kijker is, die zet je aan één oog. Hij wou er patent op hebben, wat in feite vrij begrijpelijk was. Dus daarvoor had hij een speciale brief geschreven, of althans de Staten van Zeeland hadden voor hem een brief geschreven aan de Staten van Holland, of hij dat ding kon demonstreren. En dat heeft hij ook gedaan in 1608, was Maurits ook bij. En daar leverde hij een wonderbare prestatie van. Vanuit Den Haag kon je op de torenklok in Delft de tijd aflezen door middel van dit ding, de Hollandse kijker. De vraag is natuurlijk nog, dat zijn allerlei geruchten dat zijn buurman in Middelburg dat die telescoop al eerder zou hebben uitgevonden. Er is een brillenslijper uit Alkmaar die enkele weken later ook een dergelijk patent heeft aangevraagd. Oh, ze hebben de Staten nooit een patent verleend. Ze hebben hem wel een opdracht gegeven die flink wat opleverde. Dus hij heeft er wel van geprofiteerd. Maar een patent is volgens mij, volgens de verhalen, niet verleend. Maar goed, nu was dus de telescoop was uitgevonden. En het wachten was eigenlijk op iemand die zou denken, verrek, zou je door dat ding niet alleen naar de vijandelijke troepen kunnen kijken of zoiets dergelijks, of bij je buurvrouw naar binnen, maar zou je ook niet in principe daarmee naar de sterren kunnen kijken. En het schijnt dat een Engelsman de allereerste waarnemer is geweest met de zogenaamde Hollandse kijker, maar verreweg de allerberoemdste gebruiker van die Hollandse kijker op korte termijn was Galilei. En het verhaal gaat dat hij zo'n kijker had gevonden op de markt. Dat hij natuurlijk, ja, Galilei was op dat moment eigenlijk Italië's beroemdste wiskundige, natuurkundige onderzoeker. Kunnen we Galilei een genie noemen? Dat kunnen we best doen. Hij begreep direct de mogelijkheden van die kijker. Hij heeft die kijker ook nog verbeterd, zodat de vergroting verbeterde en de lenzenkwaliteit van de lenzen beter werd. En vervolgens heeft hij dat ding op de hemelen gericht en daarmee in feite een blijvende revolutie veroorzaakt in onze denkbeelden over hoe de hemelen eigenlijk in elkaar staken. Want er was toen al een grote discussie over de vraag, staat de aarde in het centrum van het universum en draait de zon om de aarde heen? Of is het precies omgekeerd en draait de aarde eigenlijk om de zon? Want Copernicus had al gezegd, ja, dat idee natuurlijk dat de zon om de aarde draait, dat levert zulke wonderlijke conclusies op. En de waarnemingen die wijzen zozeer in de omgekeerde richting, namelijk dat de aarde om de zon draait. Maar ja, je begrijpt, er was natuurlijk een instelling die van mening was dat het algemeen bekend was en dat de heren dat ook zelf had geschreven en gezegd, dat de zon om de aarde draaide. En dat was natuurlijk de kerk. Dus Galilei heeft later ook allerlei gelazen met de kerk gekregen. Want Galilei richtte zijn kijkertje op de hemelen. En wat zag hij? En dat sprak mij enorm aan, eerlijk gezegd, later pas. Want ik zag eigenlijk met mijn eigen kijkertje, wat ik toen op 14-jarige leeftijd had gekocht. Dat was eigenlijk nog een vrij kostbaar instrument. Ook een typische Hollandse kijker in de zin dat er een objectief was, namelijk een 9 centimeter objectief, 90 millimeter objectief. 3 oculaire zaten erbij, daar zat de mogelijkheid bij om naar de zon te kijken. Hè. Dus een verduisterd oculair, om het maar even zo te zeggen, zodat je ook de zonnevlekken kon zien. En eigenlijk zag ik door mijn kijkertje, overigens wist ik dat op dat moment niet. Ik zag door mijn kijkertje precies dezelfde dingen die Galilei heeft gezien, alleen was Galilei de eerste, bijna de eerste die ze ooit gezien heeft. En wat zie je als je door een klein kijkertje met een heel beperkt oplossend vermogen naar de hemelen kijkt? Heel verrassende dingen. Ten eerste natuurlijk, als je naar onze maan kijkt, dan zie je wel dat er een soort vlekken op zitten. Dat zijn, laten we zeggen, dat is uitgevloeide lava van lang miljarden jaren geleden. Maar wat je niet ziet zijn alle kraters en de gebergten. En als je zo'n betrekkelijk klein kijkertje, mensen kunnen dat dan met een verrekijker zetten, ding richting maan. En u ziet niet waar hoe de maan er in werkelijkheid uitziet. Met een hele reeks van inslagkraters, gebergte, riggels, van alles en nog wat. Dat was punt 1.
Volgens de Bijbel waren de hemellichamen die waren perfect. En dit was al volledig in strijd met wat de kerk leerde. Hij richtte zijn kijkertje op de planeet Jupiter. Ook op dit moment goed zichtbaar. De zuidelijke sterrenhemel. Niet al te hoog. Je ziet het direct. Het is een enorme glanzende schijnbare ster. Maar het is een hele lichte ster, dus het is een van de planeten. Dus je kunt nu ook kijken, met je kijkertje eventueel, als je dat hebt. En hij zag dat Jupiter 4 grote satellieten... Jupiter heeft enorme aantallen satellieten, maar hij heeft 4 grote satellieten. En hij zag ook dat die duidelijk om Jupiter heen draaide, want die wisselde van plaats. Wat zag Galilei nog meer? De schijngestalte van Venus. Venus is... een van de binnenplaneten natuurlijk. En daar zie je dat die net als de maan heeft, die kan de Venus een sikkeltje zijn en kan volledig verlicht zijn. Nou, kortom, waardoor ook de helderheid van Venus sterk kan variëren. Nou ja, dat was ook inderdaad het geval vanwege die schijngestalte. Al deze waarnemingen bij elkaar optellende, ook hij keek ook naar de zonnevlekken, daar was hij ook niet de eerste. Jezuïeten hadden al eerder naar die zonnevlekken gekeken. Ook heel leuk om te zien, de zonnevlekken, want dan zie je dus dat de zon draait, ronddraait in ieder geval. Ook dat kan ik iedereen van harte aanbevelen. Hij heeft ook naar Saturnus gekeken, daar hebben we het volgens mij even over gehad, naar aanleiding van Christiaan Huygens. Zijn kijkertje, door zijn primitieve kijkertje kon hij wel zien dat er twee witte bolletjes aan de linker en de rechterkant van Saturnus zaten, maar... Hij wist eigenlijk niet precies wat dat precies te betekenen had. Pas Christiaan Huygens heeft opgemerkt dat het waarschijnlijk ringen waren. Hij dacht van vast materiaal, dat blijkt niet zo te zijn. Maar goed, zou ik helemaal niet kunnen, waarschijnlijk natuurkunde gezien. Maar goed, al deze simpele dingen kan iedereen door een primitief klein kijkertje zien. Ik denk zelfs door elke behoorlijke verrekijker. Als je je vanzelf zien, als je zo vergrotend naar de hemel kijkt, is dat het heel lastig is om dat ding stil te houden. Een telescoop moet ook op een statief staan, vanzelfsprekend. Ja, dus nou ja, hij schrijft daar ook een boekje over. Een soort van sterrenbericht, zal ik maar zeggen. Waarin hij al die waarnemingen vermeldt en ook natuurlijk de conclusies eruit trekt. Zegt van ja, als je deze waarnemingen, als je dat allemaal bij elkaar optelt, is er maar één conclusie mogelijk, namelijk: het hele idee dat de zon om de aarde draait, dat is een misvatting. Er is zoiets als een zonnestelsel waarbij de zon in het midden staat en een planeten waarschijnlijk. Dat kon ook allerlei hele wonderlijke bewegingen van de planeten aan de hemel, die lastig te verklaren waren, volgens het andere model, veel beter verklaren. Want dan wist je dus dat niet waar. Dan had je dus Mercurius, Venus en aarde en Mars, dat zijn de binnenplaneten. En dan krijg je dus die hele gordel van asteroïden en zo. En dan krijg je de gasplaneten naar de buitenkant. En dan krijg je tenslotte, Pluto, die tegenwoordig gedegradeerd is. Hij was vroeger ook een planeet, maar die is nu gedegradeerd tot ingevangen ijsbal. Ja, ik geloof dat er nog steeds discussie over is. Mensen vinden het een beetje jammer dat Pluto gecanceld is. Ja, ook Pluto is ook gecanceld. Ja. Hoewel de houdbaarheidstermijn nog niet verstreken is, is Pluto ook gecanceld. Ja, dus ja, in feite, Galilei veroorzaakt een revolutie, omdat hij onomstotelijk aantoont in feite dat het is niet zo dat de zon om de aarde draait, maar het is precies omgekeerd. Wij vormen niet het middelpunt. Je begrijpt dat voor de godsdienst, het idee dat de Heer Jezus ons is komen redden en dat eigenlijk iedereen en alles betreft, een enorm schokkende ontdekking is dat we niet in het middelpunt staan. Dat het heel anders in elkaar zit in feite. Dus ja, hij krijgt daar een strijd met de kerk. Gek genoeg is de paus op dat moment een goede vriend van hem. En die zegt ook van, nou ja, ik vind het allemaal heel interessant. En je zult wel gelijk hebben, maar de kerk kan het nou niet gebruiken, die informatie. Dus we zullen niks doen als je je maar stilhoudt. Als je maar niet zegt wat je want dat moet je niet doen. Ja, het bekende gerucht gaat dat Galilei toen heeft gezegd, en toch draait zij, dat we zeggen, toch draait de aarde om de zon.
dat is ongetwijfeld een apocrief verhaal. Maar hij heeft tegen het eind van zijn leven al zijn waarnemingen en de conclusies die je daaruit kon trekken nog eens bij elkaar gezet in een boek. En dat heeft hij toen gepubliceerd, maar omdat hij toch vrij snel daarna doodging. Hij was een hele oude man. Ik weet niet hoe oud Galilei is geworden, maar ergens in de 80 volgens mij. Ja, die lui werden oud. Leonardo is ook zo oud geworden. Hè? Net niet 80 geloof ik, maar toch ook wel oud. Ja, anders niet, maar eigenlijk 100 jaar eerder. Dus hij heeft het wel eventjes stilgehouden? Nou, hij had huisarrest gekregen. Van de kerk? Ja, van de kerk. Ja, als één instelling zich in de loop van de wetenschappelijke revolutie onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt, dan is het de kerk wel. Het gekke is dat de kerk ook onderdelen had, neem de Jezuïeten, die best begrepen dat het zo in elkaar zat en niet anders. En je weet dat we tenslotte een paus hebben gekregen die natuurlijk aan al deze kletskoek een eind gemaakt heeft. Namelijk onze Wojtyla, de Poolse paus. Die zei, joh, we kunnen dat heel simpel oplossen. Het is allemaal precies zo gegaan als de wetenschappers zeggen. Maar op een goed moment is de mens, Homo sapiens, die daar op die Oost-Afrikaanse savanne leefde, die is door de heren ingeseind. Wat Jomanda ook deed? Is dat inseinen of niet? Ja, hypnotiseren wil je dat? Nee. Nou ja, is dat bewust geworden van, is het lievelingswezen van de heren, weet ik, in zijn evenbeeld. Blijft ook gek, hè, dat de heren er waarschijnlijk uitziet. Ja, in zijn evenbeeld, toch? Ja, waar moet je dan aan denken? Is het al een hele oude man met een lange witte baard, maar ja. Als je in de kerk komt, zie je dat wel op de schilderijen staan. Ja, ja, maar je denkt toch, zou het niet fijner zijn als hij eruit ziet zoals Clint Eastwood of zo. Ja. Of noem eens iemand anders, een van een sportheld. En de kerk groeit wel nog steeds, hè? Niet in Europa, maar in Afrika. En, in Afrika en groeit de Rooms-Katholieke kerk heel sterk, ja, dat is waar. Terwijl natuurlijk in Europa is het een ruïne, een wrak. En ja, ze hadden ook dit wel iets eerder erachter moeten kunnen komen. Maar ook zo'n paus, dus die kennis van Galilei, Urbanus de Zozus en zoveelste. Dat waarschijnlijk was ook iemand die wel begreep dat Galilei gelijk had. Maar de kerk kon het niet zo goed gebruiken. Hè? Het is eigenlijk een beetje dat verhaal van Dostojevski in de gebroeders Karamazov. Dat daar zit een verhaal in het grotere verhaal, dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Nou, je begrijpt, dat loopt slecht af. Want hij begint te preken op straathoeken. Hij komt terug in het Spanje van de Inquisitie. En in no time wordt hij opgepakt. En de grote inquisiteur die komt hem bezoeken in zijn cel. En die zegt dan tegen de Heer Jezus, van ja, wij weten best wie jij bent. Hè? Daar gaat het niet om. Maar wij kunnen jou helemaal niet gebruiken op dit moment. Dat is zo. Ja, je mensen moeten het zelf lezen. Het is een schitterend verhaal en ik denk dat het zo zou gaan. Ik bedoel, nogmaals, dit is allemaal een suggestie, maar het is een knappe suggestie, ja. Ja, je moet er niet aan denken dat de Heer Jezus terugkeert in Nazareth. Zo. Allerlei wonderlijke dingen daarbinnen. Dit moet een signaal zijn. Wat is dat dan, wat daar binnen valt? Ik zie het niet. Ja, ik weet niet. Een boodschap. Een wonderlijk voorwerp. Ik weet het niet. Van de Heer, denk ik. Zegt dat wel. Ja, dit begint echt beangstigend te worden. Het is niet iets wat gaat ontploffen binnen een paar seconden. Ik ben weer afgedwaald. Dus ja, de kerk die erkende dat niet. En die zei, het is allemaal kletskoek. Het is precies zoals het in de Bijbel staat en anders niet. Maar dat was natuurlijk naarmate de tijd vorderde een volstrekt onhoudbaar standpunt. Zoveel was duidelijk. Nu moeten we het even hebben over het karakter van die kijker. Dit heet een En deze kijker heeft dus een objectief, een glazen objectief en een oculair. En dit type van kijker, refractor geheten in technische taal, had allerlei bezwaren. Met name door de matige kwaliteit van de lenzen. Niet waar, trad zogenaamd een chromatische aberratie op. Dat wil zeggen, je hebt bij elk lichtend voorwerp heb je randjes licht die er eigenlijk niet bij horen. Hè? Die laten zien, die eigenlijk het spectrum laten zien. Gekleurde randjes, zal ik maar zeggen. Dus het was
bovendien, als je de lens steeds groter maakte, werden die problemen ernstiger. Moest je bovendien, om het effectief te maken, de brandpuntsafstand vergroten. Wat ook allerlei praktische problemen met zich meebracht. Dus er moest iets anders worden gevonden. En wie heeft dat gevonden? Newton. Het grootste, ja, hoe zullen we dat nou eens even zeggen? Was dat het grootste genie van de 17e eeuw? Ja, dat denk ik. De 17e eeuw is eigenlijk een uitzonderlijke eeuw. In de zin dat de wetenschap daar toch een enorme sprong vooruit maakt. Je kunt zeggen, het is voorbereid in de 16e eeuw. Daar zit wat in, maar de 17e eeuw is toch in allerlei opzichten een unieke eeuw als we kijken naar de vorderingen van de wetenschap. Sowieso het idee dat als je iets zegt, dat je dat moet kunnen bewijzen, dat je een soort experiment op moet hebben. Want dat is wat Galilei had gedaan. Nou, we kijken naar de hemel. Ik meen ook dat Galilei was, die zei van ja, kunnen we zeggen dat een vacuüm niet kan bestaan, want dat had Aristoteles gezegd. Maar waarom onderzoeken we het niet? Waarom verzinnen we niet een proefje waardoor je kunt aantonen of een vacuüm wel of niet kan bestaan? Nou ja, dat is een heel simpel proefje, gaan we nou niet uitleggen, maar goed. Het is een heel simpel proefje waarmee je aan kunt tonen dat een vacuüm best kan bestaan. Of die een hele nuttige en belangrijke ontdekking was, op weg naar de stoommachine, maar ik moet niet afdwalen van. Wat was het idee van Newton? De spiegeltelescoop. Dus je hebt dus niet een objectief. Dat heeft in feite twee kanten natuurlijk, die allebei in feite verstorend kunnen werken. Een spiegel weerspiegelt alleen. En je kunt je voorstellen dat als je een holle spiegel bouwt, dan kun je dat licht, dat kun je richten op een objectiefje wat je ergens anders bouwt. Meestal wordt dan in die stralenbaan van die spiegel, die dat licht concentreert, wordt weer een kleiner spiegeltje gemaakt. En met dat kleine spiegeltje, die stuurt het licht naar een objectief. En de werkelijkheid is dat die spiegeltelescopen, die refractor, dus die lenstelescopen, hadden ook wel bepaalde voordelen, maar de spiegeltelescoop had veel meer voordelen. Met name dat je ze veel groter kon maken. Want de grootste lenzentelescoop, dat is volgens mij, ik ben weer even de naam vergeten, maar die is ongeveer, die lens heeft een doorsnee van 1 meter. En veel meer bleek eigenlijk niet te kunnen, omdat die lens eigenlijk dan zo zwaar wordt, dat zijn eigen torsie, dat hij de boel gaat vertekenen. Ja, die staan vaak toch in van die huisjes? Die grotere huisjes? Ja, precies. Maar daar kun je elke telescoop in zetten in principe. Je hebt ook amateurs die een leuke schuur, dan moet je een dak wat je open kunt zetten en dan zet je je telescoop onder en zo. Ik ging met mijn telescoop in de uiterwaarden staan bij Wageningen. Dan waren ze nog aarde donker. Dat moet ik nog even zeggen. Als Tessel nou 1 enorm groot voordeel heeft, is dat je dan 's nachts niet waar even je huisje uitloopt en dat je dan die fantastische sterrenhemel ziet. De eerste, elke keer weer, ik heb het vaak genoeg gezien per slotverrekening, en dan kom je buiten en denk van, is het toch godsmogelijk dat we daarvan in die klote steden helemaal niets kunnen zien, maar dat je die hele melkweg kunt zien, al die fijne, heldere sterrenbeelden, dat je kunt proberen om het Andromeda-stelsel te vinden, maar het is niet altijd met het blote oog even helder zichtbaar. Ja, het is overweldigend. Het is overweldigend mooi. Dat is het wonderlijke van de zaak. En dat kun je dus op de Waddeneilanden kun je dat prima zien. En vooral als je natuurlijk in noordwestelijke richting kijkt, dan ik heb niet eens de moeite genomen om naar een echt donker punt te rijden. Maar omdat ik ook gehandicapt was, maar het was zoals gewoonlijk. Je blijft eindeloos naar boven staan, totdat je dus een beetje meer problemen met je nek krijgt. Je moet wel een beetje weten wat zo'n beetje de grote sterrenbeelden zijn, zodat je je weg een beetje kunt vinden. Maar ik weet ze ook lang niet allemaal, maar wel voldoende om mijn weg een beetje te vinden aan de hemelkoepel. Je hebt tegenwoordig ook telescopen, die hebben dus alle belangrijke objecten zitten erin verwerkt. Dan hoef je alleen maar de coördinaten op te geven, te zeggen waar je bent, en dan stelt hij zichzelf in.
Ik heb ook zo'n ding cadeau gekregen, maar ik moet hem nog gaan gebruiken. Dat bleek allemaal vrij ingewikkeld te zijn, moet ik zeggen. Dat is wel het voordeel van de Hollandse kijker. Dat, ja, je zet dat ding neer, je richt hem omhoog. Het is ook heel lastig om hem juist te richten, want je hebt er meestal een soort hulpkijkertje bij, zal ik maar zeggen. Waardoor je iets makkelijker de objecten kunt vinden. Ja, en dan... eigenlijk is het heel beperkt wat je met zo'n Hollandse kijker kunt zien. Dat moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd is toch het zelf zien van de maan en de ongelooflijke heldere scherpte van dat maanbeeld, dat is toch wel een dat moet iedereen toch een keer leren. Ja, je hebt vast wel een kennis met zo'n ding. Of je gaat kijken een keer door. Zorg dat je een keer zelf hebt gekeken. Maar nu gaan we dus weer terug naar de spiegeltelescoop. Het is door Newton bedacht en eigenlijk zijn vanaf het begin van de vorige eeuw zijn alle grotere telescopen zijn spiegeltelescopen. Ook voor de amateur, dat zijn meestal anders dan bij mij dus, zijn dat tegenwoordig ook meestal spiegeltelescopen. Die al voor een paar honderd euro heb je een fantastische spiegeltelescoop waar je ontzettend veel mee kunt zien, laat staan met al die computerassistentie van tegenwoordig. Ik moet er nog bij zeggen bij die Webb-telescoop dat die 18 elementen van die spiegel zijn onafhankelijk van elkaar te bewegen. Er zit dus ook een reusachtige computer in die dat zo kan zijn, dat zo kan regelen dat die 18 losse elementen in feite toch een helder en scherp beeld geven. Wat een hoop rekenkracht zijn. We hebben tegenwoordig ook hele grote telescopen die niet in de ruimte zweven, maar gewoon in die Chileense woestijn staan, hè? Weet het, daar hebben we Atacama-woestijn, ja. Heet dat daar, geloof ik. En die hebben ook allemaal tegenwoordig computersystemen waardoor ze storingen in de hogere luchtlagen van alle dingen kunnen ze al op het moment zelf fantastisch compenseren. We weten dus veel meer over het heelal dan vroeger. Maar goed, eerst die spiegeltelescoop. Want die konden dus in feite veel groter gemaakt worden. En je had al in zeg maar rond 1920 had je al wel spiegeltelescopen die toch een, nou ja, spiegel hadden van 2,5 meter of zo. En toen hadden we een ander probleem, wat ook weer door telescopie is opgelost, tenslotte. En dat andere probleem was dat als je naar de hemel kijkt, ik had het er net over, dan zie je die prachtige hemelkoepel. En nou ja, alles wat je daar ziet eigenlijk is in grote trekken ons eigen sterrenstelsel, de zogezegde Melkweg. Maar er zijn allerlei nevelachtige vlekjes in dat grotere patroon. En deels zijn dat nevels in ons eigen sterrenstelsel. Er kunnen allerlei soorten, je hebt allerlei typen van nevels. Maar er zijn ook nevels waarbij je je af kunt vragen, wat is dat eigenlijk? He, hoe zit dat? En daar waren toch al wel vermoedens ook uitgesproken dat ons sterrenstelsel niet het enige was wat in het centrum van het universum staat, maar dat het misschien wel zo was dat die vage nevelige vlekken, dat andere sterrenstelsels waren te vergelijken met ons melkwegstelsel. Maar de kwestie was natuurlijk, hoe bepaal je dat? Hoe bepaal je dat de afstand van die nevelige vlekken op zodanig groot is dat het wel aparte eigen sterrenstelsels moeten zijn? Neem het Andromeda-stelsel. Dat kun je, als je een beetje de weg weet aan de hemel, kun je dat op elke, en zeker als je jeugdig bent en goede ogen hebt en het is een heldere hemel en je wordt niet gestoord, dan kun je het Andromeda-stelsel kun je zien. Dat staat op een afstand van 2,5 miljoen lichtjaar. Ook wel heel leuk, op verjaardagen kun je de vraag stellen van, wat is het verst verwijderde voorwerp wat met het blote oog te zien is? Dat is het Andromeda-stelsel. Leuk ook voor de slimste, deze vraag. Ja, een hele leuke vraag voor de slimste. Maar ik heb het geloof ik al zo vaak verteld dat misschien iedereen het direct weet. Hoewel meestal de mensen helemaal niets weten van astronomie. Dus of althans verrassend weinig. Het gekke is dat Nederland astronomisch gezien een heel productief land is. Wij leveren aan de lopende band de top astronomen af, die ook werkzaam zijn all over the world. Ja. Maar om nou te zeggen, is er een heel goed... Govert Schilling heeft wel er werk van gemaakt, ook voor de televisie. Maar ik zou graag een vast astronomisch programma zien op de televisie. Misschien iets voor Govert Schilling om dat aan te kaarten. De BBC had een geweldig leuk programma, hè? Zoals zo vaak, de BBC
Nou, zeer creatief soort van omroep. Vandaar natuurlijk impopulair bij rechts in Engeland. En tenslotte zullen ze het ongetwijfeld de nek omdraaien. En dan hebben ze iets wat zeer waardevol is en wat een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hebben ze dan de nek omgedraaid omdat de politieke opvattingen van de BBC hen niet wel gevallig waren. Er zijn weinig dingen zo kortzichtig. Laat ik hier niet te veel spoelen. Dus de vraag was, hoe kunnen we nou bepalen hoe groot de afstand is in zo'n nevelige vlek? Hoe groot de afstand is tot dat Andromeda-stelsel? Is dat iets wat in onze eigen melkwegstelsel zich bevindt? Of is het daadwerkelijk iets wat zich op een enorme afstand bevindt? En dat is dat probleem is opgelost door Edwin Hubble. Hubble, dat doet bij jou toch wel een lampje branden, de Hubble-telescoop. De Hubble-telescoop, waar we het nog even over zullen hebben, is genoemd naar Edwin P. Hubble, een Amerikaanse astronoom. Die werkte bij de Hale-telescoop vanaf ongeveer 1919. En hoe heeft Hubble dat probleem opgelost? Er zijn sterren met een variabele lichtopbrengst. Dat we zeggen, soms zijn ze heel helder en dan worden ze langzaam minder helder, tot ze heel nauwelijks nog te zien zijn. En dan schieten ze weer omhoog en dan zijn ze weer helder. En die periode waarin ze dan van heel helder naar minder helder en weer terug naar helder, die is heel constant, die is heel precies. En bovendien is het zo dat afhankelijk van die periode is ook die maximale helderheid. Dus als je een ster kunt vinden en zijn periode kunt meten, en je kunt, dan weet je wat zijn maximale helderheid is. Dus mocht hij zich heel ver weg bevinden, dan is die maximale helderheid een stuk minder. Dus dan kun je die helderheid, bijvoorbeeld in die Andromeda-nevel van zo'n ster, die kun je meten. En als het verschil tussen de maximale helderheid in ons eigen sterrenstelsel, daaruit kun je afleiden hoe groot de afstand wel moet zijn. Die variabele sterren heten Cepheïde. En Hubble heeft zo'n Cepheïde gevonden in het Andromeda-stelsel. Die heeft die meting uitgevoerd en die zegt dat Andromeda-stelsel bevindt zich op een afstand van 700.000 lichtjaar van onze Melkweg. Kortom, ja, het is. En vervolgens kun je dat natuurlijk bij andere sterrenstelsels kun je dezelfde type van metingen uitvoeren. Daarmee was een probleem opgelost, want daar was discussie over. Een Franse astronoom had al eerder gezegd, dat is zo klaar als een klontje, dit moeten andere sterrenstelsels zijn. Het universum bevat een gigantische hoeveelheid sterrenstelsels. En we weten nu, ik geloof de eerste of de tweede foto van de James Webb-telescoop was zo'n deep space foto. Ja. En dan zie je een gigant. Eigenlijk is elk wazig vlekje is een sterrenstelsel. Het is. Maar ze waren verbaasd over hoe scherp de foto was en ook wat ze allemaal konden zien, hè? Zeker. Nou goed, daar is die voor gemaakt in principe. Ja, maar ze hadden niet verwacht dat ze zoveel zouden kunnen zien. Ja, het is een heel complex mechaniek, want ook de James Webb-telescoop is natuurlijk een spiegeltelescoop. Ja. En het is een complex soort van spiegel. Het is een spiegeltelescoop met drie verschillende spiegels. Ja, dat kan ik nou niet uitleggen, want ik heb geen plaatje bij de hand. Maar kijk even de Wikipedia. Ja, kijk even naar de Wikipedia. Dat heet een KORSCH-telescoop. KORSCH. Waarom dat nou zo goed werkt, dat weet ik niet. Want het is bepaald geen simpel mechaniek. Ja, laat ik nog eens zeggen hoeveel nuttige kennis je uit de Wikipedia kunt opdoen. Je weet dat voor rechts-Nederlands is het een schande dat je kennis afkomstig is van de Wikipedia. Hoe komt dat? Dat komt omdat rechts-Nederland helemaal niets weet. Dus als je wel iets weet, dan moet dat op een schandelijke wijze, moet die kennis verkregen zijn. Ik zou zeggen, kennis is kennis. Of die nou uit de Wikipedia komt, of uit de Winkel en Prins encyclopedie, of uit een boek wat je gelezen hebt over die materie. Maar nee, Wikipedia kennis, die stomme Van Rossum, die leert dat gewoon uit zijn kop, die Wikipedia kennis. Terwijl wij twitteraars weten al die dingen al vanaf de geboorte. He? Wij hoeven niks op te zoeken, wij zoeken nooit iets op. He? Vandaar dat we ook niet spellen kunnen. Sorry. Ik moet me hier niet al te zeer over opwinden natuurlijk, maar het blijft een soort verwijt waarvan je denkt, uiteindelijk is Twitter een krankzinnige inrichting, anders kun je het niet formuleren.
Nou, we zijn nu zover dat we dus bepaald hebben dat het universum een enorm aantal miljarden sterrenstelsels in feite bevat. Bovendien constateerde Hubble nog iets anders, dat hoe verder het sterrenstelsel van onze Melkweg verwijderd was, hoe groter de roodverschuiving van het licht wat dat sterrenstelsel uitzond. Dat wil zeggen, het heelal expandeert. He, dus al die sterrenstelsels die je kunt zien, bewegen zich van ons af. Overigens met één interessante uitzondering. Het Andromeda-stelsel begeeft zich met grote snelheid in de richting van de Melkweg. En over enkele miljarden jaren, ja, het is ook voor twitteraars waarschijnlijk een hele schok, maar over enkele miljarden jaren, niet waar, zal het Andromeda-stelsel botsen met de Melkweg. Vroeger dachten we dat het Andromeda-stelsel veel groter was dan de Melkweg, maar dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Het zit misschien iets losser in elkaar, maar de massa van de Melkweg blijkt iets groter te zijn. En de botsing zal spectaculaire effecten geven. Dat brengt ons bij de Hubble-telescoop. Want die... Een piano is er nu verschenen, maar goed. Waarschijnlijk is dat niet te horen op het geluid wat wij produceren. Nou ja, voor de mensen die... We zitten weer in de auto, hè? Dus het is zodat we alles... Ja, we zitten weer... Dat had ik natuurlijk moeten melden. We zitten weer in de auto. Ja, Dus voor alle mensen die zeiden, wat is de stem van Rossum achteruit gegaan? Dat klopt niet, want het was via de telefoon. Dus dat was een andere verbinding. Ja, onze excuses daarvoor. Maar vindt u het eigenlijk niet een wonder dat we gewoon door zijn gegaan? Precies. Dat we niet hebben gezegd van ja, sorry, maar Rossum zit aan de andere kant van de planeet. Dus we stoppen er even mee. Nee. Nee, zelfs, dames en heren, als ik naar Mars op reis ga, wat ik zeker niet zal doen, dan nog zouden we zorgen dat de podcast gewoon wordt uitgezonden, desnoods vanuit het ruimtevoertuig. Want het kost nog wel even tijd voordat je op Mars bent. Daar moeten we eigenlijk zoiets nog iets over zeggen. Maar goed, in 1990 is de eerste ruimtetelescoop gelanceerd. Dat was de Hubble-telescoop. Kunt u ook een heel leuk plaatje van vinden op de Wikipedia. Sorry dames en heren, op de Wikipedia. Er zijn meerdere foto's van de Hubble-telescoop. Het wonderlijke feit deze voor dat de Hubble-telescoop heel teleurstellende resultaten liet zien. Wat bleek, ze hadden een foutje gemaakt bij het slijpen van de spiegel. 3 jaar later is dat hersteld. De ruimtevaartastronauten hebben dat ding, ik geloof, in de Space Shuttle getrokken en hersteld. Of het kan ook zijn dat ze het buiten de Space Shuttle hebben gedaan, daar wil ik nu even vanaf zijn. Maar dus 3 jaar later en vanaf dat moment dat het spiegel dus gecorrigeerd was, voor de fout die gemaakt was, heeft de Hubble de meest fantastische foto's van het heelal geproduceerd. Ik kan niet anders zeggen, daar is een speciale website voor de foto's van de Hubble. Gaat u daarheen met uw computer. Zorg dat u een wat groter scherm heeft. U kunt die foto's, die hebben meerdere oplossende, hoe moet je dat zeggen? Of kunnen van klein tot groot gemaakt worden. Resoluties. Resolutie is het woord wat ik zocht. Ja. Dus doe dat. En als u dan zo'n foto, vooral van die botsende stelsels. Er zijn nogal wat foto's van botsende stelsels. De antennenevel en dan gaan ze maar door. En dan moet u uw bureaulampjes uitzetten. U zet dat beeld op uw grote scherm, wat ik hoop dat u heeft. En dan moet u maar eens een aantal van die foto's bekijken. Je wordt er stil van. Ik kan het niet anders zeggen. Het is de meeste van die foto's zijn deels zijn ze kunstmatig van kleur voorzien. Dat moet er wel even bijgezegd worden. Maar naar men denkt op de juiste wijze. Geïoniseerde waterstof geeft een bepaalde kleur enzovoort. Doe dat. Zoek het even op. Ik weet niet, u kunt gewoon Hubble intypen en dan krijgt u vanzelf de juiste gegevens over de foto's die je van de Hubble die je allemaal kunt bekijken. Het zijn een fantastische serie. Het is echt ongelooflijk. En ook die foto's van diverse verkenners die we het heelal in hebben gestuurd zijn ongelooflijk. De astronomie is niet alleen wetenschappelijk enorm interessant en fascinerend, maar gek genoeg ook in esthetisch opzicht iets unieks in allerlei opzichten. Je moet er een beetje gevoel voor hebben, dat geef ik toe. Je moet het leuk vinden om naar te kijken.
Maar begin eens met u verrekijker als u er een heeft. Bij op een heldere avond naar boven te kijken. Wie weet, wordt u een amateur-astronoom. Dat zou best kunnen. Dan kunt u ook zo'n dingetje kopen. De Hubble heeft dus ook, dit zijn de esthetische resultaten, maar de Hubble heeft ook natuurlijk fantastische wetenschappelijke resultaten opgeleverd. De James Webb-telescoop is de opvolger van de Hubble-telescoop. Maar sowieso is de telescopie die heeft zich explosief uitgebreid in de afgelopen decennia. Tot mijn grote vreugde, moet ik zeggen. Tot mijn grote vreugde. Het zijn niets dan wonderen, niet waar, worden ons onthuld daardoor. Nu moeten we nog iets zeggen over een ander wonderlijk nieuwsfeit. Namelijk dat de Amerikanen van plan zijn om weer naar de maan te vliegen. Overigens merkwaardig genoeg, als ik het artikel in Economist allemaal goed begrepen heb, met alle oude spullen die ze toch nog hadden liggen. De foto's, de motor van de shuttle die ze nog konden gebruiken en daar gaan ze op door. Ik moet u zeggen, ik begrijp daar niets van. We hebben daar niets te zoeken op de maan. Er staat ook bij in het Economist stuk, waarom gaan we dan weer naar de maan? Ja, staat erbij, dat is om voor wetenschappelijk onderzoek. Dames en heren, dat is niet nodig. Kijkt u eens wat de Marsverkenners, nietwaar, die dus onbemand zijn, wat die opleveren aan wetenschappelijke resultaten, dat is indrukwekkend. Dat kan op de maan nog veel simpeler uitgevoerd worden. Je kunt een toestelletje naar de maan sturen, wat op door u gekozen plekken materiaal verzamelt en vervolgens weer terugbrengt naar de aarde. Technisch complex, maar een stuk minder complex en risicovol dan de mensen. Ja, wordt er gezegd, die maanbasis die is tenslotte de bedoeling dat we daar permanent aanwezig zijn als mens. En dat kan dan een startpunt zijn voor de reis naar Mars. Laat ik ook zeggen, waarom zouden wij naar Mars moeten als we al heel goed geïnformeerd zijn over Mars? En laat ik u een teleurstellend bericht sturen, dan is het ook klaar. Wij kunnen nog naar de maan, we kunnen nog naar Mars, we hebben op Mercurius en Venus niets te zoeken. Leest u het even na, wat de omstandigheden daar zijn. Jupiter, nietwaar, de volgende planeet in deze opsomming, is een levensgevaarlijke stralingsbron. We hebben daar ook niks te zoeken. Bovendien is het een gasplaneet. Daarna komen er allemaal gasplaneten. En bovendien, nietwaar, uiteindelijk is het hele probleem van de ruimtevaart de ruimte zelf. De ruimte is oneindig veel groter dan u zich voor kunt stellen. U denkt dat een rit naar Eindhoven al een heel avontuur is. Dit is andere kost. Dit gaat er. Bemande ruimtevaart is onzin. Is romantische, sentimentele kletskoek. André Kuipers denkt daar anders over, hè? Daar denkt André Kuipers anders over. Dat komt omdat hij een volkomen nutteloos aantal rondjes rond de aarde heeft gedraaid. Dat ISS, dat Space Lab, dat is in feite aan het eind van zijn Latijn. Er zijn allerlei mensen die vinden dat we... Ik heb begrip voor om de aarde mag van mij. Dat is te meer omdat ik om de aarde ook een aantal hele nuttige resultaten oplevert. Maar de hele rest is overbodig. Hij geeft daar overigens veel lezingen nu ook over, die heel populair zijn in het bedrijfsleven. Ja, dat zegt helemaal niets over de reden dat wij zo nodig... Zelfs Mars acht ik twijfelachtig of we daar ooit naartoe zullen gaan, gezien de risico's die daarbij een rol spelen. En ik zeg het al, verder reizen heeft geen zin. Ja, we zijn natuurlijk allemaal gewend aan Star Wars, dat Harrison Ford dan... Ah, dat is de... Mijn buurman heeft een Ferrari. Mooi ding. Hij stinkt wel. Ja joh, dat ding is van de vroege jaren 60. Ja. Een lekker geluidje toch? Ja, lekker geluid, ja. Maar wel vieze ja, benzine. 12 cilinder. Ja, dat klinkt goed. Ja, ziet er ook goed. Nou ja, goed, dit tussen haakjes. Nee, dus ja, Harrison Ford drukt dan op een knop, zoals je weet. En dan zie je allemaal van die lichtstrepen en zo. En dan is die, vervolgens is die, weet ik veel, 100 lichtjaren verder. Dat is allemaal flauwekul, hè. Zoekt u eens uit hoe ver een lichtjaar is. Hè? Dus u weet de afstand van de aarde tot de zon is 8 minuten voor het licht. Gaat de zon uit, trekt iemand de stekker eruit, dan hebben we nog 8 minuten, hebben we nog zorgeloos te leven in de zonnestralen en dan is het afgelopen. Ook in de nacht? Ja, ook in de nacht, ja. Die zon namelijk, die brandt ook in de nacht. Het is niet zo dat die
Wanneer die bij ons uitgaat, dat die dan uitgezet wordt. Nee. Maar dat gedeelte van de aarde ligt dan niet in de zon. Dus je zou zeggen, die hebben er dan geen last van. Ja, dat is een interessante vraag. Maar die krijgen er heel snel ook last van. Dat kan ik je verzekeren, okay. Toch? Ja. Ja, wij bevinden ons net ook in de juiste zone. Niet te ver van de zon. En ook niet te dichtbij. Hè, zoals Mercurius. Ja, dat is... Hij is helemaal niet gezellig natuurlijk. Ja, dus bemande ruimtevaart is meer... Kijk, ongetwijfeld zullen tenslotte een groep gekken gevonden worden... die hun geld daar besteden naar Mars. Dat hoort nog tot de mogelijkheden en dat is het. Het is een zaak zonder perspectief en het zonde van het geld. Omdat ik veel liever zie dat geld wat daarvoor nodig is... gebruikt wordt om werkelijk nuttige... instrumenten te bouwen voor de astronomische verkenning van het universum. En dat kunnen we. En we hebben Mars ook al verkend. Dat wagentje, dat rijdt er nog steeds rond. Een flink ding, kan ik je verzekeren, met hele nuttige resultaten. Waarom zouden wij er ook nog naartoe moeten? Om een man met een schepje te sturen. Dat is gewoon helemaal niet nodig. Hè, er is ook een project, als ik het wel heb, waarbij materiaal van Mars teruggebracht zal worden naar de aarde. Dus die maan is gewoon flauwekul. Want pillen. Ja, ze zijn natuurlijk bang dat de Chinezen een enorm portret van Mao Zedong op de maan zullen aanbrengen. Waar we dan voortdurend elke dag, als we naar de maan kijken, naar moeten kijken. Ja, zoiets in die geest. Het is weer dezelfde kinderachtige onzin als de eerste maanreis. Die eigenlijk gezien de kosten en wat er voor nodig is geweest niet veel heeft opgeleverd. Ja, dat zal iedereen ontkennen die er iets mee te maken heeft, maar het was in feite gewoon een statusproject, een prestigeproject. En ik heb veel liever al die prachtige telescopen. Kijk, zo'n Webb-telescoop, dat is iets prachtigs dat mogelijk is. Dat we er 10 miljard in hebben gestoken. De Hubble, idem dito, ook een wonderbaar toestel. Idem die expedities naar Mars, die twee brave explorers die nu bezig zijn om het zonnestelsel te verlaten. Voyager, sorry. De zonnestelsel te verlaten. Cassini. Geweldig. Ik vind het allemaal geweldig. Maar hou op met dat gezeik over de bemande ruimtevaart. Als Elon Musk naar Mars wil, prima. Hij gaat zijn gang maar. Maar wel graag op eigen kosten. Ik zit nog te denken, Jeff Bezos doet het ook, hè? Het is een hele wonderlijke zaak. Dat al deze multimiljardairs, want dat zijn het, hè, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg van Facebook. Ja. Die schijnt ook een space shuttle gebouwd te hebben. Overigens al die techmiljardairs voor als de bevolking in opstand komt en erachter komt waarom die sociale media eigenlijk gemaakt zijn. Dan lanceren zij zichzelf naar boven. Dat zij zich dan gaan ze op de maan wonen. Dat zijn in ieder geval waar ze van harte welkom zijn. Ja, dat zij kunnen vluchten. Hoe heet hij nou, die Engelsman? Die oh ja, van Virgin. Ja, die, ja. Met die baard. Ja. Ja, hoe heet hij nou weer? Zo'n popiopie type. Die heeft ook zo'n ding ontworpen waarmee je dan... Dat is, geloof, kun je daar zo'n parabolische baan beschrijven. Ja. Dan ben je toch 3 minuten gewichtloos. Ja. Ja, die laatst een cruise had met al zijn vrienden op zo'n hele grote boot... die ook helemaal niet duurzaam was. Ja, ik weet wie je bedoelt, maar kom even niet op zijn naam. Nee, ik ook niet. Nou, zie je, dus jij dat probleem ook hebt, terwijl je toch veel jonger bent dan ik. Maar ik kan er ook niet op komen. Ja. Branson. Ja, Richard Branson. Ja, kijk, zie, als ik erover denk, dan kom ik er tenslotte wel op. Dan moet ik het juiste laadje opentrekken. Ja. Het is een wonderbaar feit, wat zie je dat aan? Dat al deze multimiljardairs, die natuurlijk ongekend succesvol zijn geweest in hun leven, althans financieel gezien, dat eigenlijk jongetjes zijn gebleven. Die ook niet goed hebben nagedacht over wat ruimtevaart is. Zij denken dat ruimtevaart Harrison Ford is. He, die met dat ding, waarvan ik nu de naam ook even niet weet te verzinnen. Niet waar het heelal doorkruist. Het is een taak van paperclips en oud papier aan elkaar. Want het valt op, dreigt altijd uit elkaar te vallen. Maar altijd doet hij het weer. Maar... Dat is leuk, het zijn leuke films. Daar wil ik verder helemaal niet kinderachtig over zijn. Ik gun het iedereen, die films. Maar het heeft niets met astronomie of wat dan ook maar te maken. Hè. Echt 0,0. Ik heb wel een leuk nieuwtje nog voor luisteraars. Want ja, als je dit soort onderwerpen nou interessant vindt... en je wilt er eigenlijk nog meer over weten... kijk dan eventjes of je geabonneerd bent op deze podcast.
Op Spotify druk je op volgen en op het belletje. Dat is heel belangrijk, die combinatie. En op Apple druk je op het plusje op de podcastpagina. En dan garanderen wij jou, als je dat doet, dat je geen enkele aflevering mist. En dus iedere keer als eerste op de hoogte bent van dit soort interessante informatie. Ik ben al onhandig dat het in mijn mond moet spuiten. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.